ja, het heeft lang geduurd. Ik vond het ook. Maar ja, dit pakketje is deze kant uitgereisd en toen een heel andere kant. Toen dacht ik ga macarons eten of zo. En toen is het toch uiteindelijk terug peperkoek gaan eten in Nederland. Ik weet het niet. En uiteindelijk is het Belgische wafels komen eten. Hoe cares? Maar ja. Zo, eet weg. Het pakketje is er. Yee! En ik ga laten zien wat ik heb gekregen, besteld. You know. En jullie krijgen nog een bonusje ook van mij. Maar dat gaat er ook over. Dit is hier, ik krijg zo lang op aan het wachten was. Zou ook Collective, ook een Dolores dress heten. Dus dat is het model van de jurk. Dat is dan met de mouwtjes en deze voorhoornknopjes. Je hebt meerdere van die jurken eigenlijk. De volgende jurk die ik direct ga laten zien is ook een Dolores dress, maar dat is ander materiaal. Dus dat is iets anders. Dan heb je je mouwtje en zo. En je kunt je mouwtjes ook zo dragen, maar ik doe dat niet echt. Maar dat kan. En het is zo wat Schotse ruil met daar, maar dat is dan die tartan weer, denk ik. Ja, I don't know. Het is zo lang en het heeft zakken. Twee, hè? Niet één. Dat zou een beetje raar zijn. Dus twee zakken en het is super mooi lila paars. Dus ik ben kei dat hij er eindelijk is. Ik zal eerst de schoenen laten zien en dan de andere jurk. Oké. Okay. Dus ik heb twee paar schoenen gekregen van de Lulu. En ja, helaas past het niet. Dus ik heb deze aan. Kei gaaf. Ja. Maat 48 normaal. Er staat onder 8 op, maar ik denk dat dat de Engelse maat is. En deze. Dus zoals je ziet is het model eigenlijk een beetje hetzelfde. En dat is eigenlijk denk ik direct het probleem. Ik heb best een brede voet. En het is dus wel een kei leuk laag pumpje en zo. Maar als je ziet, het model is hier best smal. Dus mijn brede voet past er niet zo lekker in. So that's very sad. Maar ik heb wel andere schoenen van de Lulu. Huh, denk ik dat het is. Ja, dus ik heb mijn rode schoentjes die ik al in de jurk heb aangehad. En die passen wel. Dat zijn large's. Dus ik denk dat het een beetje van afhangt welk model van de schoenen dat het is. Maar deze zijn dus een no-go voor mensen met brede voet. Maar ik heb nog een jurk. Dus die ga ik even aantrekken. Tot zo. Ja, en jurk nummer 2. Ook Collective. Maar deze is een samenwerking met de Top Vintage. Dus de website samen met ja, de Collective. Zo begreep ik het. Dus het is een exclusive Top Vintage. Collective. Collab. Ding. Dus deze heeft groen. En dan oranje en gele strepen, zeg maar. Een beetje zo tartan of zoiets heet dat. Ik heb geen idee. Maar ja. Deze is zo. Ik vind het een leuke lengte. Ik vind de stof fijn. Hij sluit mooi aan. Zo'n klein knikje. Aan de elleboog. Dus half lange mouwen. Heb je een riempje erbij, maar er zit niet zo een oog in, zeg maar. Dus je moet hem gewoon zo trekken. Vond ik een beetje raar, maar ach ja, als het dan maar is. Je kunt er vast ook prima zonder riem dragen of een andere riem. Dat is deze. En hij is heel mooi. Dus. Ja, dit is ook een keep. Ja, en dress nummer 3. Mijn favoriete kleur, paars. Dus hoe kan dit eigenlijk al misgaan? Nee. Deze is van Vintage Chic. Speciaal voor Top Vintage gemaakt. Dus ook een exclusive, zeg maar. Niet dat ik speciaal exclusive kies, maar soms gebeurt het. Ze hadden paars, ik bedoel, dat is de eens reden. En deze heeft zo'n beetje een V-as, zeg maar. Een heel soepele stof, geen rits. Dus trek je gewoon over je hoofd aan en klaar. Ook half lange mouwen. En heel soepel. Ook hier een beetje lint. Ik denk dat je er ook zo'n strikje kunt in leggen. Ja, ik ga dat niet doen, maar dat kan dus wel. Ja, deze vind ik heel mooi natuurlijk. Hij is paars, hij is soepel. Ik vind het fijn. En ik had ook nog een vestje. Eens even kijken. Die is van de Food of Vixen. En die heeft dan hier het schoonvestje. Bloemetjes. En de knopjes zijn een soort pareltjes. Ja, eens kijken of dat die past. Dus ik heb ook weer een XL. Hij zit wel lekker warm al. Nou, ik denk dat het wel gaat. Paars en groen. Ik bedoel, ja, het kan. Dan ben ik wel een beetje groen, paars, rood. En zwarte benen.
Ach ja, het kan wel. Nou, ik vind het lekker warm zitten. Dat vind ik heel belangrijk momenteel, want het begint echt koud te worden. En ja, ik vind het een mooie kleur. Ik denk dat deze ook gaan blijven. Ja, en dit is dus mijn nieuwe collectief. En ja, er staan blauwe hoedjes op en kerstjes. En heeft een beetje afhangende schouders, lange mouwen en riempje erbij, zodat je hem ook zonder riem dragen. Dit zijn mijn nieuwe schoenen! Ja, zoals ik zei, dit is super comfortabel. En ik weet er makkelijk mee lopen. Dus ja, deze jurk, ja, vind ik helemaal top. Ga ik zeker houden. En dat wist ik al, want ik had mij ook al gepast. Dus ja, deze steek ik slag. Hou! Ja, en tijd voor de laatste jurk. Deze, dus is de Hell Bunny van de Large. Die ik al lang op het oog had. Hij heeft zakken. Eigenlijk alle jurken die ik heb aangehad hebben zakken. Behalve de eerste, denk ik. Dus dat is ook altijd een plus. Dus deze is ook zo tartan heet dat dan. Dus dat is denk ik het ruitjespatroonachtig. Ja, het bestaat een aanbod. Ik vind hem wel mooi. Het is groen met wat rood en wit, zeg maar. Het is flowy, dus dat vind ik fijn. Half lange mouwen, hier wat bedekt, dus dat vind ik fijn. Maar me alleen heel klein beetje zorgen om de band. Die lijkt met een klein beetje hoog te zitten. Dus ik ga direct nog eens de foto's kijken van het model. Of dat het zo hoog hoort te zitten, want dat kan zijn maar wel. Het stort niet. Het zit nergens echt te strak of zo. Ik kreeg hem makkelijk dicht, dus misschien dat het gewoon het idee is. Misschien is het model gewoon zo. Dat weet ik niet. Ik zal nog eens een 12 hier maken natuurlijk. Tada! Dus ze zijn allemaal door de troll test gekomen, dus dat scheelt. Dus ja, ik denk wat ik alles ga. Ik heb alleen een kleine twijfel over deze. Dus, maar ik zeg het, kan het model zijn. Ik heb er geen last van. Dus ik denk eerder dat ik hem ga houden. Dus ja, dit was voorlopig de kleine mini haul. Ik had ook nog bij de Scubibus besteld. Dat is ook een Nederlandse website waar ze vintage te verkopen. Maar die levering is niet helemaal goed gegaan. Mocht ik dat toch nog krijgen, ga ik dat proberen nog eraan te plakken. Is dat niet zo? Ja. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Mijn kerstjurk. Dus ja, dit is geen Black Friday. Hier zat geen korting op. Maar dat maakte niet uit. Ik zag hem en ik was verliefd. Dus ik moest hem hebben. Dus dit is ook een Dolores dress. Dus echt dezelfde mouwtjes, dezelfde vorm hier. En hier zitten sterretjes in de plaats van knopjes. Maar het zijn knopjes, sterretjes, knopjes. Je snapt wat ik bedoel. Dus, en hier zitten allemaal sterretjes op. Allemaal glittersterretjes. En het is zo van die velvet vloers stof, zeg maar. Dus voelt heel zacht aan. En ja, het is gewoon super mooi en flowy. Het is zo een heel diepe donkere kleur groen. Een beetje zoals mijn haar nu. En ja, ik vond hem direct super mooi. Dus ik moest hem hebben. Ook hier zitten. Ja, zakken in. Dus dat is super handig. Dus uiteindelijk van deze hele Black Friday haul toch heel geslaagd, want zo goed als alles passen eigenlijk. Maar ja, alleen de schoenen dan. Dus dat was sad. Maar it happens. It happens. Dus maakt niet uit. Maar toch geslaagde haul. Als je het gezellig vond om met vintage outfits, jurken, alles te zien, vintage stuff, geef dan zeker een duimpje aan deze video. Dan weet ik dat jullie het leuk vinden om te zien. En misschien maak ik dan in de toekomst nog wel dingetjes er rond. Misschien. We zullen zien of het lukt, hè. Veel duimpjes geven. Dus ja, heel erg bedankt voor het kijken naar deze leuke hol-ding. En tot de volgende keer.